Studiedag? Eten? Ja, dat heb je gedaan, dat weet ik gewoon. Vroeger met jaar. Ja, dit. Studie? Luxie. Poefjes. Avondje. Ja. Dat is een mooie vocht. Op jullie zelf. Vier bij jullie tiny. Zo, inderdaad. Een leuk schoentje. Een standing mesje. Ja? Ja, die hebben we heel gevonden. Op de camping zijn. Ja, dat doen we van. Echt ja, gezellig, joh. Een hele goede. Morgen. Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Waar zijn de? En jawel, het is vandaag woensdagochtend. En de kinderen hebben allemaal een studiedag. Ja. Nou, Luxie speelt al het hoogste lied op haar gitaar. Mooi, Luxie. En Luan is nog even Jalinda aan het doen. En kijk dan, we gaan een heel gezond fruit ontbijt krijgen met... Nou, ik dacht misschien wel een keer leuk. Aangezien ze toch nog vrij hebben vandaag. Ik heb anders een broodje. Pancakes met lekkere verse fruit. Dat lust je niet. Jawel, hè? Nee. Dus, hebben jullie lekker geslapen, zelf? Ja. Ja, Lusjes ook. En Luxie heeft ook geslapen als een roosje. Oeh, heb je al het eerste framboosje? Nee, wat is dat? Een braampje te pakken. Nou, ik zou zeggen, kijk vandaag weer gezellig bij ons. Nee. Nou, met een lekker aardbeidje gehad. En wat heb je nou dan in je hand? Een lekker grillworstje. Dat vindt hij lekker, hè? Gelderse worst, lekker worstje. Ja, hapje voor hapje. Lekker hoor. En de meisjes die zijn al lekker aan het fruit zoeken, maar niet te veel. Want dan hebben we niks meer voor op de pancakes. Of de American pancakes. Dan hebben we niks meer voor op de pancakes. En hey, dat hebben we niet afgesproken. Waar zien jullie dan? Papa en mama zijn allebei. Met je. Ja. In roze? Ja, roze. Nou, goed lezen, hè. Dat je het wel goed doet. 30 seconden. Ja, niet dat ik 3 minuten doe. Dan hebben we. Dan hebben we. Maar er staat 3 minuten in de oven. 30 seconden in de magnetron. Ja, laten we dat maar niet doen. Want dan hebben we verbrande Amerikanen. Laten we dat maar niet doen. Nou, ze zijn hun American pancakes lekker aan het versieren. Dat wordt lekker smellen. En ik hoop wel dat het stopt met regenen, jongens. Want het heeft vannacht geonweerd, zeg maar. Ik heb niks gehoord. Jullie wel? Nee, mama wel. Nee. En geflitslicht, zei je? Ja, hele harde flitsen. Witte wakker van. Was gisteren. Nee. Hij slaapt op het gordijn open, dus ik zag buiten al die flitsen. Echt joh? Ja. Nou, ik was diep onder zeil. Ik heb gisteren nog, toen jullie in bed lagen, een heel zwaar potje getennist. Dus volgens mij heb ik daar nog geen flits gehoord. Niet met een. Nee, een kameraad van mij. Die, kom even een potje tennis slaan. En die ging hard joh. We hebben harde ballen geslagen zo. Mooi jongen. Oh, dat ziet er een heel erg American pancake achteruit, duifjes. Heel mooi. Nou, eet smakelijk. Nou, eet smakelijk. Het is een studiedag ontbijt. Ja, het Amerikaans. Is het Amerikaans ontbijt dan? Ja. Ik noem het een studiedag ontbijt, jongens. Ja. Met American pancakes. Ondertussen zitten ze aan de tweede ronde. Luxie heeft ook weer een heel mooi kunstwerk op de pannenkoek gemaakt. Een wegje voor de auto. Een weg voor de auto. Oh ja. Een rotonde. Een rotonde, ja. Nou, ondertussen heb ik hier mijn lekkere kopje thee. En voor Daniel en mij heb ik hier toch maar een lekker schaaltje yoghurt met muesli en fruit gemaakt. Hey, Luxie zit hier heerlijk even te genieten van onze tropische visjes. En ga jij die zwarte vis een naam geven? Wat voor naam bedenk je? Weet ik nog niet. Nou, we kunnen er even over denken. Rustgevend zo, hè? Kijk. Dus elke ochtend. Even de vissen. Wil jij wat voer geven? Dus ja. Oh, jullie hebben gevoerd. Toppetjes. Zoals jullie zien is het weer echt een beetje omgeslagen. Hopelijk blijft het wel droog vandaag. Want zoals jullie hebben gezien in de afgelopen vlogs zijn we bezig geweest met een tiny house in de tuin te maken. Dit is de vierde dag dat we eraan gaan werken. En we hopen het vandaag een soort van af te krijgen. Maar het heeft vannacht heel hard geregend. Dus alles is wel een beetje drassig en een beetje nat. Gisteren hebben we dus het hele huisje een laklaag gegeven voor degenen die vlog niet hebben gezien. Ik zal even snel updaten. Ja. Kijk, en zo is het nu geworden. Het is opgedroogd hoor. En het is nu dus waterafstotend. Er ligt ook een hele plas bovenop, zie je dat? Ja, mama, de ramen die zaten vast aan elkaar. Hoe ja, dat is opgedroogd met de verf. Maar ziet er wel echt super vet uit. Gisteren hebben we ook nog even dit bankje
geverfd, want we hadden nog een pot over. Je had het dus wel wat nat van de regen. We vonden het hout er zo mooi uitzien dat we dus ook nog heel even deze palen hebben gedaan. Kijk, die zijn ook mooi geverfd. En we hadden nog zelfs een beetje over om dit huisje nog te doen. Dus ik denk dat we ook nog wel, volgend iets weer, niet vandaag of zo, maar dat we ook nog een keertje dit bankje gaan schuren en met diezelfde lak gaan doen. En ook nog een keertje dit huisje gaan schuren en met diezelfde lak gaan doen. Want dan hebben we alle houten speeldingen, zeg maar, en misschien ook nog wel de schommel, de palen van de schommel. Dan hebben we alle houten dingen hier in de tuin met hetzelfde lakje gedaan. En ook de wipvak. Aangezien het allemaal helemaal mooi eruit ziet daarna, ja. Kijk, en de schommel kunnen ook een keer een belakje geven. Kinderen hebben vandaag een studiedag. En we dachten, misschien is het wel leuk om nu met de kids naar Zwolle te gaan. Want daar heb je wat meerdere kringloopwinkels. En dan heb je ook een kringloopwinkel waar ze grasmatten tapijt op zo'n grote rol verkopen. Daar hebben we bij ons vorige huis hadden we ook kunstgras in onze tuin liggen. En die hebben we daar toen de tijd gehaald. En dat was een hele fijne kwaliteit. Dus we dachten, we gaan nu gewoon lekker naar Zwolle toe om in ieder geval een grasmat in het tiny house te leggen, waardoor dus echt maar de ondergrond gewoon lekker schoon blijft en dat ze daar ook echt meubeltjes en dingetjes kunnen inzetten. En als we dan toch eens Zwolle zijn, kunnen we misschien ook even een beetje schuimen in de kringloopwinkels om te kijken of ze zelf leuke meubeltjes en dingetjes hebben om het tiny houseje voor hunzelf in te richten. Dat is een beetje het idee wat we vandaag gaan doen, het afmaken van onze tiny house in de tuin. En we gaan nu even meten. Maar deze is te kort, dus Luan doet het digitaal. Oh, Luan heeft een digitale meetlint. Ja, veel handen. Mama is van de meetlint en Luan is van de nieuwe generatie. Ik doe het even op de app. Hop, dat is een deurtje, jongen. Dat is een deurtje. Je mag alleen nog wat doen met deze paal. Als je hem hier stopt, heb je hier nog zo'n kale plek. Moeten we hem dan zo snijden? Ja, moet een beetje snijden. Een grasmat kan je wel snijden met een Stanley mesje. Kijk, en dan gaan we hier lekker helemaal een grasmat leggen. En je moet ook even kijken wat voor een inrichting jullie willen. Ja, dat ook. He, gaan we gewoon even kijken bij de kringloopwinkels of ze leuke dingetjes kunnen vinden. Ja. We doen het toch even met het meetlint. Kijk, ja. Priscilla die helpt me even mee. Die houdt haar goed vast. En dan zie je dat hij tot 1,50 meter gaat. Dan laat je hem daar weer los. 1,5 meter is dat? Ja. Zo. Dan trekken we verder. Dan 1,50 meter plus. Even kijken. Dan gaan we hier naar... tot hier is het 2 meter, tot ongeveer hier. Dus eigenlijk zeg maar 3 bij 3, want dan kunnen we hem snijden. Nu dus een grasmat nemen van 3 bij 3 meter. Dan kunnen we hem binnen, kunnen we hem dan nog aansnijden, dat hij perfect past in de binnenkant van het huisje. En dan gaan we nu naar Zwolle toe, met de bus, met de blauwe bus, want die heeft een aanhanger, trekhaak. Dus dan nemen we de aanhanger ook mee, omdat we misschien ook meubeltjes nodig hebben. Dingetjes wat de kinderen vinden bij de kringloopwinkels. Ik vind het altijd leuk om... Ja, je kan natuurlijk wel een hele nieuwe inrichting inzetten. Maar ik vind het persoonlijk in een hut veel leuker en veel nostalgischer. Om een beetje te gaan schuimen in kringloopwinkels. Want dan krijg je ook echt hele leuke nieuwe ideeën op en exemplaren. Dan dat je gewoon iets nieuws bestelt, zeg maar. En we gaan een grasmat halen. En dat past ook niet in de auto. Vooral niet als we 4 kinderen in de bus hebben zitten. Vandaar dat we de aanhanger meenemen. Dus we gaan naar de auto in, jongens. Deze studiedag wordt een lekkere klusdag. Ja. Dat we wel de aanhanger moeten meenemen. Ja, dat was ik net aan het vertellen. Met allemaal meubels en grasmatten hebben we wel de aanhanger. Hebben we wel de aanhanger. En ik zat tegen Luan, wat heb je een goede outfit uitgezocht voor je klusdag? Erg hè? Dit was mijn chique première outfit. Maar toen zeiden jij maar, mam, er ligt niks meer in de kast. Nee. We moeten weer was kast leggen. Ik vind het wel fijn als ik setjes heb die bij elkaar horen, alleen... Dat is nou het gekke eraan. Ik heb allemaal setjes met alleen maar een t-shirt. De broek ligt er nog in de was. Dus de setjes die zijn helemaal bij elkaar. Ik heb alleen maar broeken. En jij had alleen maar broeken? Nee, alleen maar t-shirts. Alleen maar shirtjes. Ja, Lucille zei, mama, mijn spijkerbroek moet je even strijken. Maakt niet uit. Maakt niet uit, jongens. Het is studiedag. Het is klusdag. We hebben allemaal gekke outfits aan, maar dat maakt helemaal niks uit. Dit is de trekhaak die we nodig hebben. Die heeft de bus niet. Dat is trouwens nog de auto van opa en oma, want die zijn met de camper op vakantie. En hier hebben we de aanhangwagen. Super handig. En dan gaan ze hem even aan de auto koppelen. En Luan weet precies hoe dat moet inmiddels. Ja. En jongen? Hey, ze hebben ook best wel lang. Ja. Dan nemen we mee. Kijk uit voor het rode traktetje. En dan moet het dingetje precies boven het balletje zitten. Om hem dus op te tillen. Oh, kijk. 3 ballen dit.
Hoppa. Hoppa, zegt hij. Oh ja, stroomstekker. En? Deze moet je weer omhoog. Stroomstekker moet erin. Waar moet hij erin? Daar heeft hij ook helemaal. Kijk eens, hoe zit hij? Goed erin doen, jongen. Ja, moet. Ja. En het wieltje omhoog draaien. Oh ja, het wieltje. Ja. Moet je het bij je houden. Want als het niet klemt, dan zit het ook. Moet je het bij je houden, ja. Dat hij een andere kant doet. Kijk, en het wieltje naar boven. Dan gaat hij naar beneden. Oh, ja. Zo, aan de andere kant. Ja, dat is nog altijd de vraag, hè? Ja, goed. Hey, hallo. Hallo. Dat is het sturen en aanhangen is ook heel leuk. Ik vind dat straks ook leuk. Hey, Luna gaat het straks allemaal weer voor jou leren, denk ik. Ja. Ja, dat vindt hij ook wel interessant. Ben ik alleen 52? Ja, 10 jaar later. Ja, 52. Ja. Dat is mijn baard grijs. Nee, nou, dat hoop ik nog niet op je 50ste. Ga jij weer mee op reis? Ja. Oh ja, dat vind ik niet zo leuk, hè? Nee. 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 Hebben we nog een lekker stengeltje voor je? Oh. Ja. Lekker rijden en dan zit het allemaal goed. Nee, hey, allemaal... ik heb wat leuk. Rijden, rijden, rijden in een wagen. Nou, ze zitten ondertussen lekker in gordel. Hij is weer rustig. Luxie gaat een verhaaltje voorlezen van Tip de Muis. Luxie? Dat vindt hij ook wel leuk. Ik ga boekjes zoeken voor ons hebben. Oh, de boekjes die we hebben. Oh ja, dat is ook altijd wel leuk. Nou, Lucilla heeft de laars wel lekker uitgedaan. Ja. Nou jongens, dan gaan we op naar... Zwolle. Dag. Nou, dan ga ik hier zitten. Hoppatee. Ik had toch wel een jas in de auto liggen. Ja, vandaar dat ik geen jas aan had. Ik lag toch in de auto. Hoppatee. Want boven is Sil. Wat is de provincie van Groningen? Die heet ook Groningen. Nu al niet even topo met zijn zusje. En laat even weten wat hij allemaal heeft geleerd. Hoeveel provincies er zijn in Nederland? Nee, weet ik niet. 12 provincies. Heb je dat gehad? Helemaal onderin is Noord-Brabant. En wat is dan de provincie van onze regio dan? Overijssel. En wat is dan de hoofdstad van Overijssel? Zwolle. En wat is de hoofdstad van Groningen? Groningen. Goed zo. Wat is de hoofdstad van Drenthe? Weet ik niet. Papa? Oh, wat erg. Sorry? Wat is de hoofdstad van Drenthe? Assen. Assen geloof je. Ja, Assen. Ja, Assen. En wat is de hoofdstad van Utrecht? Utrecht. Die is makkelijk altijd, hè? En wat is de hoofdstad van Gelderland? Oh, nee, help. Daar kom ik vandaan, daar ben ik geboren, in Gelderland. Nee, nee. Ja. Oh ja, Nijmegen. Nee, Arnhem. Arnhem is groter. Oh, ja. Ben je in Arnhem? Nee, ik kom uit Nijmegen, maar dat is de provincie Gelderland. Ja. Nou, hoe is het met konijnenvisjes? Leuk hoor, is heel leuk. Nu al zijn leeftijd nu dan natuurlijk. Krijgt hij ook topografie en geschiedenis en dat soort dingen. Ja, maar ik heb topo, hè? En topo. Ja, en dan komen ze af en toe thuis met die dingen. Dan denk je, oh ja, dat weet ik ook nog wel van vroeger. Dat moest je dan aan leren. We hadden vroeger nog zo'n landkaart. Had je ook nog zo'n landkaart? Ja. Je hebt geen landkaart, denk ik, in de klas hangen. Hè? Dat is allemaal digitaal, denk ik. En dan moest je met zo'n stok, en die meester wees dan aan op dat bord van, en hier. En dan moesten we met de hele groep tegelijk zeggen, wat is de hoofdstad van Groningen? Wat is de hoofdstad? En daar was ik ook nooit heel erg goed in, hoor. Maar goed, dat is leuk, dat wou ik zeggen, dat hij dat nu ook heeft. Want daar ken ik weer heel veel dingen van. Ja, maar goed. Zo leren we ook nog eens weer wat terug van onze kinderen. En op zoek naar een kunstgrasbaan. Ja, even terug naar de orde van de vlog. We gaan dus vandaag naar mijn studiedag. Dus vandaag even geen school. Maar dit soort dingen zijn wel leuk. Dat er toch een beetje de schooldingen door het dagelijks leven heen zitten. Want nu moeten we dus op zoek naar een gasmat van 3x3. Want we moesten net meten. En dat is ook een schoolding. Hè? Dus je moet leren meten. Dan gaan we nu kijken en weten hoe de inrichting is. Hè? En ja, over wat ook belangrijk is. Eigenlijk hadden we de deurtjes moeten meten. Want nou weten we niet of de meubels in de deurtjes passen. Maar goed. Oh, ja, dat is zo'n deurtje. Zo'n deurtje, ja. Je kunt er dus niet volledige bankstellen inzetten, hè? Nee. Stapel gek op jou. Stapel gek op mij. Hij is zo stapel op ons allemaal. Voor de zuid elkaar gaan. Want dat is zelfs elkaar in de staan. Maar ik wil altijd elkaar in de pijn. Met een stapel door dat ogen. Nou, wij zijn aangekomen bij de eerste kringloopwinkel. En hier hebben we toen de tijd ook onze grasmat dus gekocht. En
En wonder boven wonder verkopen ze dit nog steeds. Top jongens, kom er maar uit. Met je mooie pak aan. Echt de klusoutfit van het jaar, jongens. Ja, echt. Je bent er een woord voor je klusoutfit. Maar goed, kom maar, hé jongen. Zal ik jou even meenemen in het draagstuk anders? Ja. Hé? Ik had het draagstuk voor jou meegenomen. Mag ik mijn jas uit? Of... Ja, mag wel. Het is weer warm geworden. Ja, je weet het 's ochtends nooit, hè? Ja, kom maar, schatje. Laat je vestje maar in de auto. 1, 2. Hoppatee. Hadden we hier ergens nog een draagzak liggen? Oh. Ah, kijk, zo. Hoppatee. Nou. Zo, nou. Luusje is ook lekker in de draagzak. Auto even dicht. En eigenwijs de deur even dicht. Dat bedoel ik, eigenwijs deur. Eigenwijze deur. Kijk jongens, dit was een grasmat. Deze moeten we hebben. 1, ja. 2, 3, 4. Is 4 meter lang. Ja? En dan bij 3 meter. Want je zei 3 meter. 3 meter, ja. Zou je nog een strookje van een meter over? Voor bij jullie voor terras. Ja, is leuk. Ja, ja top. Dat is dezelfde, ja. Hè? Weet je dat ook? Als oude voortuin. Ja. Ja, en dat was een lekkere. Kijk dan. Ja, hij is heel dik. Heel hoog polen. Ja. Voel je dat zelf? Kijk, dus hij is nat, maar ja, dat klopt. Dat hij is nat, het heeft hier geregend, ja. Maar dat kan dus een gasmatje, kan ook gewoon nat worden. Hè? Die laars ook onder jouw outfit, jongens. Het maakt het ook helemaal af. Kom ik zo binnen? Ik vind het een geweldige outfit, jongens. Zeg, wat maakt het uit? Nou ja, in ieder geval, we gaan hier binnen ook even kijken. Of we leuke spulletjes vinden, hè, om in te richten. Deze nog, vroeger op de flat. Ja, en ook op de flat hadden we hier ook deze. Ook op de gang. Ja, die onder jouw schobbelzak nu aan. Ja. Ja, maar goed, we gaan eens even kijken. Kijk, dat is een hele grote. Een deurmat. Ja. Ja, maar dat hoeft niet. Even de inrichting, hè? Kijk, hier kun je een lampje uitzoomen. Maar dit is schatje, dat dak is nog te laag. Oh ja. Ja, je kunt een wasmachine erin zetten. ja, dit zijn de knuffeltjes. Oh, ik snap dat jullie heel leuk vinden, maar we gingen voor de meubeltjes, hè? We gingen voor de meubeltjes. Kom maar. Mooi schatje, leg die maar weer terug. Mama. Ja? Oh, ja. Dit is wel leuk. Die is leuk. Kan je die aandoen? Ja, ook batterijen is even. Ja, dat is wel een leuke. Kijk, zo'n bank dat past natuurlijk niet in een tiny house, hè? Nee. Deze banken die passen niet door het deurtje. Ja, of een stoeltje of zoiets. Moet even kijken. Het zijn leuke bankjes, hoor. Ja, maar dat past niet in die tiny... Nee, dat past niet in die deur. Dan hadden we eerst de bank moeten neerzetten en dan eromheen moeten bouwen. Nee. Mama, deze poef. Ja. Maar hij wordt dan nat. Ja. Ja. Stof. Wat we eigenlijk zoeken zijn een beetje kindermeubeltjes. Kinderstoeltjes, kindertafeltjes of zo. Ah, wat schattig. Ja jongen, dat is antiek bijna. Heel antiek. Zie je? Maar ik ben meer van modern. Ja, dat is juist leuk in een kringloop. Mijn kindtafel. Oh, dit is leuk, ja. Dit is wel heel leuk. Maar toen hebben we altijd een spiegel. Ja, maar ik weet niet of dit ook echt iets is voor in een tiny house, jongens. Ja. Ik snap dat jullie dit leuk vinden. Zullen we even... Oh, een spiegeltje. Ja. Kijk, je kunt wel een spiegeltje ophangen in een tiny house. Ja, die is leuk. Zullen we die doen? Ja. Nou, neem we die ook al mee. Ja. Luxie. Luxie vindt een make-up tafeltje ook leuk. En schatje? Ik heb een kamer, hè. Maar die wil ook in de hut. Ik kan het Kijk, dit vind ik heel erg leuk. Weet je waarom? Dit zijn net kleine poefjes. En die kun je zo in de hut zetten. Kijk, Luxie, ga er eens op zitten, Lucille. Zo. Ja. Zie je dat? Dat is grappig, hè? Dat zijn kleine poefjes. Ja, ik heb wat gevonden, jongens. Kijk dan. Wat staat hier? Een tafel met 4 stoeltjes. Kijk dan. Zie je dat? Kijk. Tafeltje. Papa, help mee. Ja, die hebben we ook in huis. Ja, maar deze is nog groter. Ja, leuk gezicht. Kijk, dit is een soort eettafeltje. Hé, dit is jullie eettafel voor in de tiny house. Hoe ziet het uit? Ja, doe maar die kant op. Mama, ja. Ja, die kant op. Gaat dat goed? Ja, kijk, deze stoeltjes. Kijk. Dat is handig. Kijk, dat is toch leuk? Nou, dan heb je een mooie. Nou, dit en ook. Die poefjes. Zo. Mama,
Ja, leuk ook dat lampje. Ja, heel leuk. En die leuke kleine poefjes. Maar volgens mij hoort het ergens in de kachel. Luan heeft iets gevonden, maar ik weet niet. Ja, het ziet er misschien wel heel grappig uit. Een koekoeklok. Ja, die klok is wel heel mooi. Ja, het is wel een hele mooie klok, ja. Wat kost die klok? Boven, hè? 100 euro. Ja, dat is een antieke klok, kerel. Ja, een hele mooie. Het is wel een hele mooie. Dat mijn oma vroeger ook altijd. Ja. Papa ziet een opkoopje. Papa ziet een investering. Ja, vroeger dacht ik dat die dingen 10.000 euro waren. Vroeger, ja. Inflatie, hè? Oh, nee. Dan wordt alles duurder. Dat klopt er weer niet. Dat is een mooie pop. Vind je die mooi? Kijk dan. Ik vind die hele outfit vind ik al gewoon geweldig. Ik zou die serieus kopen als ze die in mijn maat hebben. Mooie pop. Ja, zal ik je vertellen? Dit is, wat is dit, papa? Opa en oma zetten hier vroeger de theepot in. Oh ja. En dan deden ze dit. Dan bleef die warm. Een theewarmer. Ja, jongen. Theewarmer. Ja, mama. Ja, jongens. Het zijn allemaal oude dingen. Oh, en Lucia zit ook wat. Kijk dan. Het is ook een hele ouderwetse pop. Vind je die ook mooi? Ja. Ja? De meisjes allebei een mooie pop dan? Ja, voor in de tiny house, hè? Voor in de tiny house. Kunnen jullie vader en moedertje spelen? Oh nee, moedertje en moedertje. Ja, nu aan het vader. En Lucius ook, hè? Ja. Ik wil even boven kijken. Ja, we gaan nog even boven kijken, jongen. Nou, gaan we hier even naar boven toe. Geen idee wat hierboven nog te zien is, maar... Bedden. Ja. Maar dat past niet echt in je tiny house, denk ik. Daar is je huis te tiny voor. Wat is dit, Alison? Een matras. Nee, daaronder. Dat blauwe ding. Onder het blauwe ding. Dat is een beetje schuin, hè? Kun je ook liggen? Daar kun je wel zo'n chillplek van maken met kussentjes. Dit is zo'n plastic ding. En die kun je zo in de hoek zetten en dan leuk met kussentjes zo eromheen. Ja, die nemen we mee. Dan heb je een bankje. Kijk, want een matras... Een matras is te groot. Dat is veel te groot. En dit kun je een bankje van maken. Dat vocht, dat trekt in dat matras. Dus ja. Eigenlijk is dit om mijn schoenen luid te doen. Ja, dat spul. Ja, dat spul. Handig, hè? Nou, tot dan goed om even naar boven te lopen, jongens. Nou, kunnen we nog een klein bankje maken. Leuk. Ja. En die rol gasmat. En die gasmat nemen we mee. Ja, ik heb nog leuke kussentjes gevonden. Dat is een leuk rood dienblad. Dat kan een beetje als een soort tafeltje. Die zet je dan op de grond. Houd die maar vast. En deze kussentjes erbij. Ja. Kunnen we een beetje een soort bankje maken ook. Dat is misschien wel leuk. Hm? Ja. Meisjes hebben met de pop even gewisseld. Ja. Luxie die. Nou, dat zit er wel bij haar in, hè? Nou, dit is de inboedel. Gaan jullie op jullie zelf wonen? Ja. Ja, zo lijkt het wel, hè? Het gebouw, Harry. Daar willen ze van inrichting om ook van binnen gaan inrichten. Ja, dat is wat. Maar hoe lang was de gasmat? Een 3x3 matje nog erbij, gasmatje. Mooi. Kijk, dit is tiny house zijn we aan het bouwen. Dit is nu de vierde dag, hè? Ja. Dit is dan de inrichting. De gasmat moet dan 4 meter bij 3 zijn. Dan heb je een metertje over af. Dit is bij elkaar 20 euro. Oh, nou super. Nu aan 20 euro de inboedel. En dan de grasmat. Wat gaat de grasmat kosten? 120 euro. 120 euro. Ja. Nou, dan betalen papa en mama de grasmat. En de kinderen van hun spaarzinkjes de inboedel. Toppie. Oké. Okay. Kijk dan, jongens. Wat voor kleur? Kom maar kijken. Luxie, oké. Okay. Ook rood. Kan je erbij? Ook rood. Wat zeggen jullie dan? Orange. Oké. Okay. En mama dan? Oh, de mama hoeft geen olie. Dankjewel. Nou, Leon heeft dus zijn eigen pinpas gekregen. En het is de allereerste keer... Dat hij met zijn eigen pasje kan gaan betalen. Nou. Neem het pasje erin. Klasse, wachten. Moet je even wachten. Nou zegt hij van... Dit is het bedrag. Ik vind, moet je nou even... Zo, ja. Dan weer zo. Zo. Ja. Dat bonnetje kun je eraf scheuren. Nou, goed zo. Kijk, top. Helemaal voor het eggie. Pasje uit. Nou, dan heb je deze hele inboedel betaald, jongen. Het wordt dus 4x3, want hij is 4 meter is de rol breed. Dus dan hebben we nog een metertje over. Kijk, dat is mooi. Kijk, dat is wel een mooi matje hoor. Die tiny house. Ja, ja dat is een beter middel als mama toen straks had. Hij is een heel handig mesje. Kan hij hem heel mooi mee afsnijden. Kun je hem er zo in leggen, jongens, als we thuis zijn. En de zon die begint alweer te schijnen. Dus hopelijk wordt het allemaal droog. Ja. Nou, deze even lekker oprollen. Terwijl de mannen hier bezig zijn.
De meisjes die hebben hier al helemaal weer een poppentheekransje aan het houden. He? Gaat hij ook in jullie tiny house wonen? Ja. Ja? Ah. En wij gaan weer de inboedel inladen. Hier in de aanhanger. Ja, en ik vind het wel heel knap. Ja. Helemaal geslaagd. Helemaal geslaagd. En in jou, high five. He? Efficiënte top. Shoppers. Hey, bij de eerste beste kringloop geslaagd. Ja. Ja. We dachten we moeten heel Zwolle af, maar nee. Nee, maar Harry zei ook al, van het is nog nooit zo druk geweest bij de kringloopwinkel. En eigenlijk heeft hij te weinig voor de vraag wat er is, zeg maar. Dus mochten er nog mensen zijn, je weet niet wat je met je oude meubels moet doen. Breng ze bij een kringloop. Zelfs een nieuwe pop bij de kringloop. Hé, hey, wie had dat gedacht, Lixie? Hé? Hey? Kijk, daar gaat de inboedel. Papa. Papa, zeg je nou weer papa? Papa. Nou, top. Veel plezier ervan. Top, dankjewel Harry voor alles. Voor je tiny house. Ja, gaan we zeker doen. Bedankt. Dankjewel, geef mij een. Tot de volgende keer. Yo, doei. Doei. Poppen hebben ze hier neergezet. Ja. Allebei een mooi popje mee. En wij zitten weer in de auto. Nou, we zijn gewoon geslaagd bij de eerste beste kringloopwinkel, jongens. Nee, hoe leuk is dat? Hele inboedel. Eettafeltjes, stoeltjes erbij. We hebben een bankje gecreëerd. Leuke kussentjes. En een lampje en een spiegeltje erbij. Superleuk. En een mooie grasmat. Dus we zijn eigenlijk helemaal klaar. Sneller als gedacht. Dus we dachten, we gaan even kijken of Nico, onze zingende visboer, in het land is. Of die in Zwolle staat vandaag. En dan gaan we er even lekker langs. Lekker een visje halen. Ja. En dan kunnen we misschien wel zo eerst even lekker lunchen. In het tiny house. Nou, ja, ik denk dat het matje erin leggen en die meubeltjes. En dan gaan we lekker het visje in het tiny house eten. Hoe leuk cool. is dat? Ja, is heel cool. leuk. Even nog een shout-out, jongens, naar Harry's kringloopwinkel. Niet gesponsord of zo, jongens. Maar we komen eigenlijk al heel lang bij Harry, zeg maar. Vanaf dat we nu al hebben. Ja. Met de flat. Toen we nog op de flat waren, hebben we heel veel meubeltjes en dingetjes altijd van de kringloop gehaald. We hebben zelfs nog het bankje nog steeds bij ons in de schuur staan. Hè. Die staat naar mijn opa en oma en die speelhal. Dus even een shout-outje naar alle kringloopwinkels, jongens. En ik denk dat we daar aan deze tijden iedereen ook best wel veel leuke dingen kan halen. En dan mocht je wat over hebben, hij zei ook eigenlijk. Hij zei, er komt één bank binnen en ik heb drie mensen die hem willen. Zo snel gaat het. Dus eigenlijk zei hij, ik heb te weinig meubels voor de vraag die er is. En ik zei ook tegen hem, hoe kom je dan naar meerdere meubels? Hij zei, ja, ik probeer gewoon mensen te bellen. Van, hebben jullie nog ergens meubels? Dus even een shout-outje. Hij heeft het niet gevraagd of zo aan ons, maar we doen het gewoon voor hem. Mocht je dus nog meubels over hebben en je weet niet waar je het heen moet brengen, breng het gewoon naar een dichtstbijzijnde kringloopwinkel. In je eigen stad. Want dan komt het altijd weer goed terecht en krijgt het weer een tweede leven. Het is net zo mooi. En uniek. Je krijgt unieke exemplaren natuurlijk. En het krijgt een tweede leven. Het is recyclebaar. Ja, dan kunnen we lekker een beetje opknappen. Een beetje eigen smaak maken. Nou, jongens, een beetje sightseeing. En jongens, we komen weer aan Zwolle. De Zwolse stadsgracht. En daar bootje aan het varen om de gracht. Grappig, hè? Weet je nog, wij hebben hier ook wel eens gevaren, hè, met het bootje. Dat was nog met, toen hadden we alleen nog Luan en Lucille, volgens mij. Dat klopt. En toen gingen we hier ook met, toen we nog in Zwolle woonden, hadden we zo'n motorbootje. Gingen we hier een ijsje halen in de stad en dan varen. Ja, liefie. Ja, dat is het museum. Leuk, hè? Dat is het museum. Kijk, de Bedelbus. Ja. Dit is even een sightseeing. Dat zijn scholieren. En die bal, die zijn we ook wel eens geweest. Weet je ook niet meer, denk ik. Dat zijn scholierenkinderen die gaan nu een bootje varen. Ja. Voor de kennismaking. Kijk. Ja. Van de middelbare school. Kijk, heel veel scholieren, joh. Mama, ja. Wat was die ronde gebouw? Die ronde gebouw is een museum. Hoe heet het museum ook alweer hier in Zwolle? Het Zwolse museum. Nee. Ja, zijn we ook wel eens geweest, hoor. Maar alleen weten jullie denk ik niet meer. Ja, maar het kaboutertheater was daar. Ja. Ik weet niet of jullie dat nog weten. We hebben vast wel weer ergens een vlogje van. Daar. Maar goed, we gaan eerst eens even op zoek naar Nico, de zingende visboer, want die moet ergens in Zwolle staan. Zo, en dan zijn we aangekomen. Nergens minder. Dan bij onze Nico. En Lucius die had even een lekker tukje gedaan. Lekker slapen. En vriend. Het ruikt wel heerlijk. Nou, en dan met deze studiedag mogen wij de eerste klant zijn van vandaag. Ja. Nico! Hoi, hey! Hallo! Zingen we dan? Lekker, lekker en gezond! Hey, Nico, man! Leuk je te zien, man! Hoe is het? Even een keer een leuke haringparty, want ik hoorde al een studiedag. Weet je wel wat heel erg goed is voor jullie verstand? Ja! Verse haring! Ja, de haring! Gaan we haar. Ja, die zijn botervest. Een haringparty. Hé, wat vertel je? Een haringparty, waar komen die haringen vandaan dan? Die haringen, die komen
uit de centrale Noordzee. Die is heel groot. Dus vandaar had hij bij Scheveningen kunnen zwemmen, maar hij had ook al wel in Denemarken kunnen zwemmen. Zo snel is die. Ja, zo gezond is die. Moet je nagaan. Ja. Als je zo hard kunt zwemmen, hoe gezond zul je dan niet zijn? Nou, dan gaan we een haringparty doen. Ik zeg haringparty. Nou, en natuurlijk op de Nederlandse manier een beetje, hè? Toch? Ja. Gaan we hier de boel een beetje op stel te zetten. Ja, hey Nico, ik vind het heel mooi hoor. Kijk, onze zingende visboer, jongens. Ja, en weet je wel waar die bloemetjes naar ruiken, Daniel? Nou? Ik zal het vertellen. Naar vis. Naar vis. Ja. Oh, heerlijk, ja. Ja, dat is uniek, hè. Unico. Heerlijk. Dat moet je zelf ook weten. Moet je kijken. Ring, ring, ring. Lekkere haring. Nou, eens even kijken. Zo, hé. Vind je hem lekker? Hey. Vind je hem lekker? Dit is lekker, echt een verse haring, jongen. Echt een verse haring. Vroeger zwom die nog, zei hij. Ik ben eigenlijk al wel 60 jaar, maar omdat ik altijd haring blijf die jongen lekker. Ja. Dan heb je geen aynopolaas nodig. Nee. Moet je kijken. Oh, zo'n glad uitje. Dus altijd haring blijven. Altijd blijven haring eten, jongens. Ja, geen rimpel. Geen rimpel heb je. Dus je moet even goed luisteren, dan heb je al voor later de papa Daniel Repel erin. Ik heb high five. En dan met mijn hand, die ruikt een beetje naar haring. Ik had de hele dag het in. Wat lekker. Oh, jongens. Oh. Ja, zo moet dat, hè, jongens. Dat is echt, dit is echt een Nederlandse traditie. Zagen tulpen uit Amsterdam. Wat een leuke dag, Marie. Ja, zeker, Nico. Goed begin van de dag, zeg. Oh, ja, die. Lekker en gezond. Zo, Nico. Heel erg lekker. Nou, wij zeggen... Super vers. En het is zo, hebben we ze het hele jaar op dezelfde kwaliteit. Oh. Heerlijk, jongens. Ja, je voelt gewoon dat hij daadkrachtig is voor je. Ja. Nou, Nico, ik zeg bedankt voor deze haringproefparty. Heel leuk. En, ik heb ook nog een opa gedacht. Ja. Makreel in het land. Dokter Kans. En een tas familiekibbeling. Nee, wat ik nou, dat tas familiezak. Hey, we gaan... Dan, hè, want het wordt steeds meer natuurlijk, hè. Ja. We breiden uit. Nico, dankjewel. Hey. Groetjes, hè. Kijk, daar gaan we dan. Tot ziens aan de volgende ronde. En dan zingen we. Hey. Lekker en gezond. Bedankt, hè, Modemoeders. Vitamine C, hè. Kijk dan, jongens. Dit ruikt heerlijk naar kibbeling in de auto. Maar ik hou even netjes op schoot. Die geur blijft hier de hele week hangen. Ja, de hele auto ruikt nu naar kibbeling. Was lekker, hè, jongens? Even dat haringje happen. Goor kibbeling is wel lekker. Ja, ja, maar ik vind het wel knap dat jullie de haring hebben geproefd. Ja, ik heel knap. Hij was echt super lekker. Oh, hij loerde van hem ook oprecht wel lekker, zei hij. Ja, echt wel lekker. Dat is echt een visje die vanochtend nog zwom, hè? Zo vers heeft Nico altijd zijn eigen vis. Dus echt even een shout-outje naar Nico. Op zee in Urk. Ja, was nog een Urk op zee, zei hij. Maar we gaan straks even lekker de vis eten in ons tiny house. Tenminste, dat is het plan. Gaan we de grasmat gaan we erin leggen, de meubeltjes er neerzetten. En dan gaan we daar lekker lunchen met ons een lekker kibbeling. En ons blijven daar in die house. Leuke kids. Heel leuk, jongens. Toch een leuk idee, jongen, Lu, van het Tiny House. Mooi project. Hoeveelste dag is dit? Vierde bouwdag. Vierde bouwdag zijn we bezig. Ja, we zaten net ook al in de auto met elkaar te bespreken. Van misschien moeten we, omdat dat dak water op blijft staan, moeten we er een zeil nog overheen spannen. Dat het water eraf loopt en dat soort dingen. Of misschien nog een extra laagje lakken. Dus dat kunnen we misschien nog... Maar Lu, opa belde gisteren. Die was heel erg onder de indruk. Ja, dat jullie dat zo hebben gecreëerd, dat foto's en opa zei, die raampjes, wie heeft dat erin gezet? Dus ja, papa en mama, met z'n tweeën. Dus dat is gedaan. Ik kreeg een compliment voor vader en moeder. Tip, vind dat coole boeken. Tip, ik wil niet dat je zulke boeken wilt. We zijn weer thuis en ja, ik heb de aanhanger even zo gereden. Want dan rijden we de aanhanger en al met de hand bij de tiny house. En dan kunnen we hem daar ook helemaal mooi leeg pakken. Uitrollen en lekker visje eten. Ja, draai jij het wieltje weer uit. We rijden naar de tiny house. Zo, de aanhanger hebben we hierheen gereden. Poppenmeisje dan even hier. En dan ga ik met mama zo even de grasmat erin leggen. En dan kunnen jullie de meubeltjes erin zetten, goed? Ja. En gelukkig, kijk eens, het zonnetje schijnt alweer. Heerlijk. En we hebben vanuit aanhanger de mat erin gerold. Nee, we moeten wel even een standing mesje hebben. Er komen allemaal dingen toe. Het is niet allemaal haaks. En waterpas, en ook de mat. Past dan niet helemaal recht. Past dan niet haaks. Je hebt een sandy mesje toch? Dan kunnen we even een beetje bijsnijden.
Moet je even de kan nu? Mooi jongens. Leggen. Ja, moet daar die schak leggen. Prachtig. Ook heel even de pop schoonmaken. Die Luxie heeft meegenomen uit de kringloop. Echt een hele leuke pop, Luxie. Kijk, zo'n bruine haren. Dat had je nog niet, hè, zo'n bruine. Leuk. Een leuk jurkje. Een leuk schoentje. Leuk schoentjes. Mama heeft hem even helemaal gepoetst en gedesinfecteerd. Kijk eens. Mag je lekker met de pop spelen. Alsjeblieft. Wat deed je? Even de pop schoongemaakt. Je moet ook even gepoetst worden. Moet je ook mijn pop? Ja. Mag je ook even poetsen hoor. Mag ik mijn pop poetsen? Je mag de pop poetsen. Kijk, hier heb je een dingetje, een doekje. Moet ik het even doen? Nou, als je hoeft niet. Ja, zo. Dat kan. Ja, kijk, we hadden even hier dit ook gepoetst. En de tafeltjes even gepoetst. En alles weer mooi schoon is. En dan kunnen we straks in het huisje zetten. Maar zoals jullie zien moet ik het nog heel even op maat snijden. En aangezien Daniel niet door dit deurtje kan. En ik wel. Moet ik dat even doen. Dus, wat we nu gaan doen. Aangezien het dus niet een waterpas recht toe recht aan huisje is. Past natuurlijk dit gebeuren niet helemaal strak. En je hebt eigenlijk overal van die hoeken over. Dus ik ga even proberen met een balk of zo. Dit recht te duwen. En dan ga ik kijken of ik met een standing mesje het mooi recht kan afsnijden. Zodat het wel een mooi strak grasmatje wordt. Nou, Luxie is al met de poppen net wandelen. Dag Luxie. Ja, Luusjes en Luan zitten lekker op de schommel. Ja, kijk, kijk, hè? Ja. Net zoals een achtbaan. Toet, 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 toet. Takelt hij omhoog. Ja. En als hij omhoog dan is. Dan boven en dan poeh. Dan gaat hij naar beneden. Hé, jongen. Dat vindt hij lekker in de schommel. Voilà, jongens. Het kleed zit erin. Nou, bankje komt dus hier. Bankje zo. Ja, ah, zo lekker cool. Wegkijken. Ja. Pak hem aan, Luxie. Zo. Hoppatee. Ik heb hem. Ja, zet hem maar neer, schatje. Zet hem maar neer. Goed zo. Zo. En dan kunnen we hem zo hier zetten. Ja, die leuk neer. Kijk dan, jongens. En het stoeltje erbij. Kijk, het is toch gezellig. Dit is toch een gezellig hoekie. En daar hebben we een bankje. Moeten we even ik pak, ik pak even die kleine kussentjes, die pofjes. Ja, die pofjes. En die, dat dienblad met dat lampje. Ja. We hebben dit lampje neergezet met dit leuke tafeltje. Dat past hier ook wel bij. Daar kan ik de pofjes niet zetten. Deze, ja, bedenk maar een plekje. Hier zo erin. Kijk, hier. Ja, zoiets. Dit is een soort tafeltje voor als je hier zit. Een leuk lampje. Moet alleen even een stekkertje nog fixen. Nou jongens, het tiny house is ingericht met de spulletjes. Dus even kijken hoe het eruit ziet. Ja, Luusjes wil de kinderwagen naar binnen. Kijk, Luusjes kan hier perfect door het deurtje. Kijk eens jongens, wat gezellig. Daar het tafeltje leuk neergezet. En hier het lekkere chillhoekje. Een soort klein tafeltje daar. Dit ziet er gezellig uit, hè? Dag, dag Luusjes. Vind je dit leuk? Dag. Wat vinden jullie ervan, meisjes? Leuk. Ziet er toch gezellig uit zo? Ja. Met dat tafeltje zo. Ja. Kom hier even kijken. Ja, ga ik op de bank zitten. Ga er maar bij zitten, jongen. Doet. Doet. Wil jij? Dat is een mooie pop, hè, jongen. Kijk eens, jongens, hoe knus dit eruit ziet. Nou, ik vind hem helemaal goed. Ik ben er echt hartstikke tevreden mee. Kijk, Luusje is er. Luusje is het ook leuk. Hallo, liefie. Ach, ben je al gaan liggen? Kijk dan. Heb je jouw plekje al gevonden? Hé, hey, dat is lekker, hè? Zo'n lekkere chillplek. Hier kunnen jullie lekker spelen. Willen jullie hier wonen? Ja. Ja? Ik pop dat lekker voor je, ja. Ja. Oh, ja. Er hangt de pop. Hoe heb je dit dan weer gedaan, Lucilla? Nee. Heb je de popje opgehangen? Ja. Ja, kan eigenlijk wel, ja. Is er altijd iemand thuis? En ondertussen zitten ze hier lekker te eten. Nu is even lekker wasje van de kibbeling. Dit is prachtig, jongens. Lekkere besjes erbij. Kijk dan hoe gezellig. Dit is wel heel gezellig zo. Alsof we op de camping zijn. Heel gezellig. Maar dan in ons eigen huisje. Eigen tiny huisje. Leuk. Dat is lekker, jongen. Dit is jouw wasje. Kijk, zo hebben we het ingericht. Hartstikke gezellig, met tafeltjes en stoeltjes erbij. Een bankje waar ze lekker kunnen chillen. Nou, dus dit niet een prachtige hut is, jongens.
Dan weten mama en papa het ook niet meer. Maar een tiny house, dat is niet het. Nee, een tiny house een inderdaad. Tiny house, wauw. En moezeltjes die denk ik wel nog een stukje vesten. Dat doen we niet meer. Nou jongens, en we hebben zelfs het grasje nog een beetje om de hut heen kunnen leggen. Omdat we dus wat meer meters nog hadden. Dus ook buiten hebben ze nog een stukje gras. Niks, je houdt er wel van, hè? Wat een lekker visje. Ik heb zo bij je grote. Dat is een lekker visje. Lekker jongens. Mm-hmm. Nou, lekker Lucie het zo. Lekker. Lucie vindt het ook wel lekker, hè? Lekker, hè? De traditie van onze kibbeling. En dat hoort wel een beetje bij ons, hè? Dat doen we echt al jaren. Zo vermaken we ons deze studiedag wel niet. Nou. Mm-hmm. Nou, Lucie, als spiegel is weer uit. Kom, hallo? Wie is daar? Hallo? Wie woont hier? Kruisje. Aan mijn houten huisje. Het houten huisje, kijk dan jongens. Zal ik even een home tour laten zien? Nou, doe maar even een home tour. Kijk. Hier heb je de spiegel, hier kun je haren mooi doen. Nee, dan moeten wij het nog even ophangen, hè? Ja, eigenlijk moeten we hem even hier ophangen. Nog een keertje ergens ophangen. Dat doen we vanmiddag. Ja. Ja. Dus deze die komt hier op te hangen. Ja. Dus een plekje. Ja. Nou, hier heb je een lekkere chillpoef. Kun je zo lekker zitten. Ja. Nou, en dit is de bank met lekker veel kussens. Ja, moet je lekker liggen. Dan hebben we hier het tafeltje met het lampje erop. Want als het lampje. S'avonds wat donkerder is, nou, dan hebben we nog een lampje. Dus dat wel een lampje. Ja. Nou, en je kunt hier bijvoorbeeld een glaasje drinken op neerzetten. Ja, dat is ook leuk. Nou, hier kunnen we ontbijten. Ja, de eettafel. Voor alle vier de kinderen. Ja, de eettafel. Nou, op het uitzicht. Dat is leuk. Ja. Uitzicht op de tuin. Kijk, mama. Ja? Ja? We hebben zelfs ja? Een Mac Drive. Oh ja? En dan zeggen we van, hallo. Wat wilt u bestellen? Wat wilt u bestellen? Oh, kijk, daar ook nog een Mac Drive. Er stond daar loket nummer 2. Ik wil graag Een kopje thee. Prinses Luxie. Hoe heet uw pop? Is dat Gerrie? Ik zit helemaal blij met uw pop. Christine. Hallo Christine. Ik ben papa Daniel. En Lucille zegt van, dan moet je naar nummer 2. Ja, ga maar door naar het tweede raam. Oké. Nou, gaat hij weer dicht. Brom. Hallo. Ik kom hallo. De bestelling nog aan. Ik had betaald aan raam 1. Ja, klopt. Daar is de deur. Lucie, de manager. Hallo. Oh, jeetje. Oh, wat drinken. Heel coulant dat ik zo lang moet wachten. Ja, kijk, hij vindt het helemaal leuk met dat deurtje open dicht. Ach, kereltje. Ja, goed zo. Ja. Oh, ik moet er even terug naar het raam heen. Ja, ja. Was ik het vergeten? Hallo. Oh, ja. Ja, wat krijg je nog? Hallo. Ja. Leuk, Christine. Bedankt voor de lekkere patatjes. Met de mayonaise. En ik kreeg een flesje drinken. Kom eens, Lucie. Christine. En nu is die helemaal rood van die besjes. Ach, jongen. Hey, nou, ik vind het ja, prachtig. Ja, uiteraard. Lucille, jij bent van de keuken, hè? Ja. Je kan goed frituur, hoor. Super. Ja. Het was lekkere vis. Lekkere vis. Ja. En leuk zo'n poefdingetje, hè? Ja. Ja, daar hebben we die lampjes daarop gezet. Kijk, dit is een beetje een tafeltje, maar dat zit dus onder die poeven. Hebben we daar dit erop gezet, zeg maar. Daar hadden we 3 stuks van. Ja, hadden we 3 van. Leuk hè, jongen. Hey, vind je het ook gezellig hier in de hut? Ziet er toch gezellig uit. Heel leuk. Heel erg leuk. En ook voldaan gevoeld hoor, dat wij dat samen hebben samen gedaan. Opa was echt verbaasd. Hè? Zo hebben jullie het gedaan. Man. Ik zei nou, ga hier, paar heel de plankje ervoor. Streepjes erom. Ja, en zo, okay. Samen gedaan hé. Ja, ik wil wel trots op zijn hè. We hebben er nog steeds wat ruwe vingers van, maar ja. Meer dan daar. Het is wel gelukt. Uiteindelijk wel gelukt. Het leek even een beetje op een uitdaging. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ja? Ach, zo geschattig. En Lucie loopt ook iedere keer in en uit. Die deurtjes open dicht. En de tafeltje zo. Waterflesje. In het waterflesje. En Lucilla is helemaal samen met de pop aan het spelen. En de hele studiedag lekker ermee spelen. Ja. Nou ja, de halve dag dan. Want de halve dag is al om. Verrijking van ons speel. Ja, heel leuk. Wanneer oh, daar komt Lucie weer met de pop. Lucie die gaat alvast even stofzuigen. Ja. Ja, ga het huis maar even stofzuigen. Lusjes, dan hou je het mooi schoon. Ja, daar gaat hij hoor. Ja, even alle krameltjes op stofzuigen. Goed zo, jongen. Ach, kijk dan. Schattig. Ah, gaat hij er zo lekker liggen. Vind je dat lekker, kerel? Ja, hè? Luxie zit lekker met de baby aan het picknicktafeltje. Moet ze even wat eten, Luxie?
Ja, wat lekkers eten. Oh, wie komt er weer naar buiten? Is dat meneer met de stofzuiger? Liesjes. Liesjes met die stofzuiger, jongen. Ja, dit is wel een mooi stofzuigertje voor dit huisje. Hé. Hey. Ja? Zo, deurtjes lekker open. Ja, lekker. Kan lekker frisse lucht in. Hm? Gezellig, joh. En zo eindigde de studiedag voor ons weer vandaag. We hebben heerlijk het tiny house kunnen afmaken. Ik zeg tiny house, maar het is natuurlijk gewoon een tiny house. Want tiny is al klein. Het is natuurlijk een klein huisje. Maar voor een tuinhuisje, voor een speelhuisje, vind ik het eigenlijk wel weer groot. Dus ja, wat is het nu eigenlijk? Is het nou een klein of is het nou een groot huisje? Kunnen ze met z'n vieren? Jullie kunnen in ieder geval met z'n vieren dan een hele lange tijd in spelen. En mama en papa hopen dat jullie een heel fijne tijd in gaan hebben. Te realiseren dat mama en papa het samen hebben afgetimmerd met bloed, zweet en tranen. Toen jullie met z'n vieren op school zaten. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Kijk dan, niet Liesjes. Ja, nou, we hadden heel wat uitdagingen. Dat dak is serieus 3 keer ingestort, hè? Hé? Hey? Ja. 3 keer is hij ingestort, omdat Luan, of dat papa en ik de niet helemaal waterpas hadden gedaan. En toen was hij ingestort. Dus nou, jongens, kortom. Wij zijn helemaal blij met ons tiny house in de tuin, wat we helemaal zelf hebben weten te fabriceren. De kinderen kunnen er heerlijk lekker aan spelen en hopelijk weer heel veel nieuwe avonturen in beleven. Maar voor vandaag, jongens, gaan we weer de vlog afsluiten, zodat ik deze video lekker kan editen en de kinderen lekker kunnen doorspelen in de tuin. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... Duimpjes omhoog! Vergeet niet te abonneren, klik op belletje en laat ons ook even weten of je geïnspireerd bent door het maken van een tiny house in je tuin. Dus we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen!